De is hier aangeschoven om te praten over schoolopvoeding. Dat doen we elke woensdag. Ja. Zullen we maar gewoon beginnen met, de, ja, het is een beetje de waal van de dag, het voetbal. Hè? Tuurlijk. Ja. Ja. Dus met de kleintjes, ja. die moeten ook aan de bal. Ja. ja. Oh, jij zei het vorige keer al, toen vroegen we ons af, moet je je kind van een jaar of 8, 9, à 10, vanavond ook laten kijken. Wedstrijd hij begint om 9 uur, met een beetje pech is tegen 12 uur afgelopen. Ja. Wat, wat doe je? Nou ja, school- en opvoedingsdeskundigen. <laughs> wel grappig, want het uh, zoontje van de gastouder... Die, uh, die hebben op dit moment geen televisie thuis, dus die is helemaal in paniek. Nou, die oh, nee. heb ik aangeboden dat hij vanavond bij ons voetbal mag kijken. Dus dan okay. weet je een beetje hoe ik erin zit. Ja. Dus je zegt eigenlijk, als het zo'n belang is, ja. een maatschappelijk belang, dan... <laughs> ja, maar in het landsbelang is het, ja. <laughs> nou ja, maatschappelijk. Ik bedoel, morgen op, op scholen op, bij, bij Ravi op de, op de opvang, weet je wel... is er vandaag ook een soort van uh, Ajax-dag. Ah, oh, wat leuk. Je mag allemaal in Ajax-kleding komen en zo. is natuurlijk ook een beetje Amsterdam. Dat is ook heel bijzonder natuurlijk, hè ik bedoel we staan ja. in de halve finale van de Champions League ja hoe ja. vaak gebeurt dat nou ja lieve schat je kan mij aankijken maar ik, 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 ik... <laughs> ja boeit het niks nou, het bo nou ja ik vind het natuurlijk leuk als ze winnen maar als ze verliezen is het ook goed maar er zijn mensen die gaan er dan helemaal die worden helemaal slagreinigd ervan of die zijn helemaal zenuwachtig voor zoiets dat ben ik niet ja, ik, ik ja. ben op een leuke manier gespannen ik, ja, echt? ja, ik, ja ook. ik heb er echt zin in ja, ja. ja. ja heb ik ook maar uh, Marco zei de vorige keer ook van waarom fluit die man aan het begin al af ik zei nee dat is afsluiten dat begint <laughs> heb ik nooit gezegd heb ik nooit gezegd <laughs> nee, nee. Uh, um,

Het is belangrijk, ook kinderen natuurlijk te laten bewegen. Ja, en uh, ik heb een uh, voorbeeld meegenomen: peutervoetbal van uh, Arno Splinter, oud Ajaxiet. Ja. En uh, die is eigenlijk in een gat gesprongen. Uh, in de zin dat uh, peuterjongetjes gewoon heel graag willen voetballen. Maar de mm -hmm. clubs zeggen van ja, daar ben je eigenlijk nog veel te jong voor. Ja, dat jaar kan nog niet. Pas ja, hè? Ja, ja, ja. ja, dan begint het eigenlijk pas. En uh, ja, dus dan uh, krijg je eigenlijk nul op recest als je, je meldt bij een uh, grotere voetbalclub. Zal ja. toch en, uh, en Arno Splinter die is eigenlijk daar uh, in dat gat gedoken en die is gestart met Peuter... Uh, Voetbal. die is uh, daarmee in Almere gestart mm -hmm. en inmiddels doet hij dat echt in, uh, nou volgens mij al zeven of acht steden uh, van Almere tot en met uh, Amersfoort en heeft hij in Almere zit hij in Poort, buitenhaven en Filmwijk met vier groepen. Iedere zaterdagochtend uh, kan je daar terecht, dus dat is echt wel een heel groot. Maar fenomeen. dan kan je niet Goede. helemaal alleen dan. Nee, 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 hij heeft allemaal uh, uh, ja, trainers. Ja, we zitten naar nou een filmpje te kijken, daar zie je ze ook allemaal op een, uh, op een rijtje staan. Ja. En dat zijn uh, hele jonge mensen die uh, soms een sportopleiding volgen en die dit dus een hele leuke bijbaan hebben. Uh, ja, je moet je voorstellen, dan gaan er zeg maar elf, uh, maximaal twaalf uh, van die uh, binkies... Er zitten ook meisjes bij, hoor. Het zijn niet alleen maar jongetjes. Ja, maar het merendeel, als ik zo kijk, zijn het wel met merendeel uh, zijn jongetjes. Ja, maar en, ja, uh, meisjesvoetbal komt enorm op. Ja, dat is ook heel goed, hoor. Met is die leeuwinnen, ja. Ja, dus dat, uh, ja, dat ik bedoel, ze zijn gewoon hartstikke succesvol. En die meiden maken het ook populair voor de kleine meisjes. Het ja, ja. is niet ja. meer alleen een uh, jongensding. Ja, maar de gein is gewoon dat ze die kindjes dus al op hele jonge leeftijd... Ja, je kan vanaf 18 maanden inschrijven, maar ik heb... Wow, joh, ik in twee eigenlijk beter. Ja, ja. Dan kunnen ze ook iets ja, begrijpen? Want da daarvoor gaat het eigenlijk nog niet. Dus dan zou ik het ook nee. liever eigenlijk niet doen. Weet je, als ik het van tevoren had geweten, dat ik ook pas gestart bij twee, want toen begon ja. hij het ook echt heel erg leuk te vinden. Ja, ja je hebt ook een landelijke keten. Uh, Voetjebal.nl is dat? Dat ken ik niet. Ja, voetjebal. Daar, daar zit Ravi, mijn zoontje, zit erop. Is hetzelfde principe? Ja. Dat is ook, ook landelijk. Maar het, het is ook echt wel ook wel gericht op um, uh, motoriek ook. Ja. He? En, ja, ja. en, en, en We zijn iets ouder toch, die jongetjes dan? Of? Ja, Rafi is natuurlijk 3,5. Ja. Dus, uh, oh ja, hier zie je hem uh, toevallig, weet je. Dat, 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 het is echt ook wel met een balletje. En, uh, dit is voetjebal trouwens. Oh, ja, dit is herkenbaar aan de, okay. de geel-groene ja. shirtjes ook. Ja. Ja. Dit is in Den Haag trouwens, ja, kan maar het even... is landelijk. Het is, ja, daarom. Het is bijna in, in alle plaatsen is het te doen. Mm. Maar je ziet gewoon dat die kinderen al, al heel snel leren hè? sociale vaardigheden. Dan, ja. Want ze moeten vaak ook dingen samen doen. ook. Ja, en ook wel gewoon de structuur en de discipline. Hè? Want uh, die ja. trainers die oefenen ook heel vaak met het fluitje. Van als het fluitje gaat, dan pas mag je naar de overkant rennen. Dus ze ja. leren gewoon heel erg om te wachten om hun uh, ja, impulsen te onderdrukken om gelijk al te gaan. Ja, uh, ja dus en, en ook vaak hebben ze dan de eerste uh, half uur is dan echt zeg maar voetbal. En de laatste half uur hebben ze dan een soort van uh, stormbaanachtig iets. Nou, dan kunnen ze klimmen, klauteren. Uh, nou, ja, inderdaad lekker uh, bewegen. Ja. Wat jongetjes te weinig doen tegenwoordig eigenlijk. Ja. Heel, met al en dat, die en uh, computers. daar uh, hebben ze een hele omgeving op ingericht. Ja. Dus uh, ja. de ene keer staat er een springkussen, de andere keer hebben ze een, uh, uh, ja, een soort klimbaan. En uh, ja, dat vinden ze prachtig. Ja, het belang is ook, alles is gericht op de kids ook gewoon. Weet je, het is niet zozeer, want ik bedoel, je, je herkent de ouders erin die allemaal denken, dit is de nieuwe Donnie van de Beek en dit is de ja. nieuwe ja. Matthijs van de Licht. Nou wat Weet ik je? leuk vind is dat het vaders <laughs> ook heel erg aanspreekt. Hè? Want het gaat vaak over van waar zijn de vaders in de opvoeding? En, uh, en, en waar pakken zij hun rol? En ik zie hier gewoon dat die vaders vooraan staan. Dat vind ik heel leuk om te zien. Want ja, bij andere babyclubs... is het is ook een bericht dat je het samen doet hè, met ja, je kind ook. Ja, ja, de overspelen um, ja. en een blokje om, uh, omschoppen. Dus je bent ook heel erg bezig met elkaar. Dus dat is uh, ja. ja, super. Elke zaterdagochtend 9 uur hoor. Vast ja. dan is het weer tijd voor, uh, voor voetbal natuurlijk ook. Leuk. Een kroegentocht voor ouders. Ja, het nou. was al een keer in Almere, ik kan ja. ons terlaard. Het is nu ook in uh, Dronten. Uh, tenminste, de gemeente omschrijft die avond als een kroegentocht. Maandag 20 mei. Het is eigenlijk een, uh, een oude avond in de meerpaal. Dan komt het meer op neer. Maar het ja. klinkt, klinkt een stuk leuker als je leuker. het kroegentocht noemt. Ja. 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 Is het voor ouders ontmoeten ouders om een beetje ervaringen met elkaar uit te delen? Ja, en uh, ook wel om te horen van deskundigen: Van, Goh, wat is nou uh, handig om thuis te doen? Omdat er toch wel hoe al, pak je je kind aan in een bepaalde situatie of zo? Hoe doe jij dat? Ja, het is echt precies. op alcohol gericht, hè? Meer? Dit oh. Ja, dit, dit is uh, door Tactus uh, georganiseerd. omdat uh, uh, met name ook in Zwift de band schijnen er kinderen te zijn die uh, naar 15, 16-jarigen. die echt veel drinken en mm. ouders ook wel echt lastig vinden. Dat van... zie je toch vaak in plaatsen waar voor de jeugd wat minder te doen is: hè? dat ze daar toch eerder ja. aan met nadenken. Komen ja. met drugs en alcohol. Ze gaan Als dingen ze zelf vermaken. Ja. Ja. Het is eigenlijk ook wel een beetje logisch. Maar ja, ja, toevlucht is... zoeken in de drank en drugs is natuurlijk nooit de, de oplossing. Nee, het is uh, inderdaad niet. ergens logisch. En ik ben het met je eens dat je het daar vaak hoort. En is het soms misschien ook wel wat meer geaccepteerd binnen de uh, sociale... Uh, ja, de jeugd onderling. Ja, ja precies. Ja, ja, ja. En, en ook wel soms uh, een die schuren, weet keer. je wel, waar ja. je dan achter je huis kan, kan gaan zitten. Ook wel bij gebrek aan, uh, aan kroegen. En dat viel me hier ook wel op, want ze noemen het kroegentocht. Mm -hmm. Maar het is in de meerpaal. En dat zegt, in Meerpaal is zeg maar de, um, ja een beetje de theater... Een uh, in... theater in Dronten. Ja, het theater Dronten. in Dronten. Dus ik dacht ja. van ja, dat betekent nou, dat nou eigenlijk, eigenlijk ook, ook dat je voort, geen dus, hebt? Ja, nou ja, het aantal kroegen in Dronten is natuurlijk ook op één hand te tellen, beperkt, dus, ja. ja. Dus dan dacht ik ook van ja, zegt dat misschien ook iets over... Uh... Dus het Band heeft er een maag nee, geloof ik. Alleen twee restaurantjes. Nou, ja, maar maar daar hebben we dus neemt. dan ja. zeg maar de aanleiding al een beetje... Ja. ja, misschien dat daar wel een deel uh, van, de, ja, van de essentie in zit. Van ja, wat ga je dan, uh, wat ga je dan doen met elkaar? En, uh, ja, Ik wist niet dat er zoveel problemen waren met, uh, met de jeugd. En dan hebben we het over 15, 16-jarigen in Zwifterband. Die dus inderdaad gebruik, drugs gebruiken, maar ook alcohol. En daardoor ook vernielingen aanrichten. Hè? Ja, Want dat precies. Is ook dat is wat, uh, wat daar speelt. En mede daarom dat de gemeente dus die avond heeft georganiseerd op 20 mm -hmm. mei. Uh, nodigt ook nadrukkelijk de ouders uit zeg maar, van kinderen in uh, Zwifterband. Um, en ze hebben dus die avond gewoon heel erg leuk aangekleed met een theatervoorstel en dat is natuurlijk ook wel heel erg leuk dat je op een ja. hele speelse manier uh, gewoon inzichten krijgt aangereikt van ja dat is leuk dat ik daar als ouder wat aan moet doen maar wat dan en wat kan ik dan precies doen want ja. ik heb geen zin om thuis iedere dag uh, ruzie te hebben of uh, hè, dus geef mij ook tips en uh, adviezen in hoe ik dat dan kan doen het is al een probleem dat heel lang speelt ja, en ook natuurlijk. de overheid die doet daar allerlei mogelijke manieren aan... om het uh, alcohol om de jongeren terug te drinken. Ja. Uh, terug te dringen. <laughs> Een rare woord ja, nee. ook. <laughs> terug te drinken. Ja, maar uh, zoals de Nix18-campagnes ja, uh, ja, ja. en, uh, en andere campagnes. Is dit dan de oplossing? Of is dit gewoon... Nou ja, alle be kleine beetjes helpen. Nou, ik denk dat de oplossing vooral erin ligt, zeg maar al heel vroeg. Hè? Dus uh, met name wat je thuis doet vanaf jonge leeftijd. En, en, en wat jouw eigen houding ten opzichte van alcohol. Ik denk dat dat veel bepalender is, uiteindelijk voor hoe kinderen met alcohol omgaan en hoe ze er naar kijken. Uh, dan dit soort avonden. Alleen. Je moet tegelijkertijd wel wat natuurlijk, want je wil ouders wel een handreiking geven. Maar ik denk, als je jonge kinderen hebt, dan ligt de essentie wel in hoe je er nu mee omgaat. Hoe je er zelf mee omgaat, hoe je er thuis over praat. Dus ouders die, die zelf ook al regelmatig drank gebruiken, daarvan hebben de kinderen meer kans dat nou, ze ook acceptatie naar de drank grijpen? En dat geldt zelden natuurlijk voor uh, roken. Kijk, als jij uh, met de sigaret in je mond tegen je kind zegt, je mag niet roken, dan geef je een ander uh, beeld aan... Uh, geef je af, een ander signaal geef je af... dan wanneer je gewoon thuis niet rookt. En er niemand bij jou thuis rookt. En in de sociale omgeving ook niet. Ik bedoel, zo werkt het gewoon. Uh, en dat geldt ook voor, uh, dat geldt ook voor alcohol. Ja. Wanneer is deze avond? Moet 20 je je mai. aanmelden? Uh, nou, volgens mij mag je gewoon binnenlopen. En dat is natuurlijk ook wel heel erg leuk. Dus uh, ik zou zeggen, gewoon gaan. En, uh, en, en profiteer van die theatervoorstelling. En er komt ook een, uh, een gastspreker... die vertelt over uh, uh, zijn eigen geschiedenis met uh, alcoholmisbruik. Was het niet beter geweest om ook de jongeren juist te uit te nodigen? Ja, goed. Want pubers die ja. luisteren over het algemeen natuurlijk niet zo naar hun ouders. Als die ouders zeggen, nou we zijn gisteravond naar een theater voorgesteld. <laughs> ja. Het is helemaal niet goed dat je drugs gebruikt en alcohol drinkt. Ja, dat weten die kinderen natuurlijk zelf eigenlijk ook wel. Ik denk dat het ook meer is van misschien een handreiking te geven... van proberen het dus op een andere manier ja. aan te vliegen. Ja, ik het ook. Maar ik denk dat als ze zo'n avond zouden organiseren juist voor die pubers... vinden ze dat de... toch geen gek idee. Ja. Ja, en dan er samen over praten. Ja, dat ja. is juist het moeilijke Ja, want op scholen maar... doen, doen ze dat ook, hè. Dus dan tactisch komt ook op scholen. En geeft wel voorlichting in schoolklassen. Ja, dus dan ja, ja, ja. heb je wel dat effect wat jij zegt. En dit is meer gewoon echt uh, om speciaal. Ja, maar juist even die klas uit. Weet je in een andere omgeving. Met ja. theater, juist in een kroeg misschien wel. Ja. In dat Grand Café gedeelte van het ja. theater. Ja. ja, zou maar ja. leuk kunnen zijn. Volgactie. Ja. ja, nou, laten we die inzetten. Oké, okay. dat was het. Hè, Sean? Ja. tot volgende week.